door je knieën en je springt naar de zijkant toe. Als volgt. Let erop dat jouw knie recht onder je teen gaat staan. Dus niet naar de zijkant toe gaat. Merk je dat iets te makkelijk voor je was? Wat je dan kunt doen is dieper zakken door je knieën. Zo. Was het iets te moeilijk? Wat je dan kunt doen is de oefening wat minder snel uitvoeren. Succes! De tweede oefening. Een variatie op een gewone squat. Het gaat als volgt. Je staat iets breder dan je schouders. Je spant je billen aan en je buik weer. En je zakt door je knieën. Bij de squat doe je dat 90 graden. Bij deze zak je iets verder. Zodat je door je rug gaat. Let erop dat je rug recht blijft. En recht weer omhoog gaat. En recht weer omhoog. Span weer de billen aan, buik weer aanspannen. Zak weer naar beneden. En weer omhoog. Is deze oefening iets te moeilijk voor je? Wat je dan kunt doen is gewoon de squat, dus een zakje, maar iets minder ver. Was iets te makkelijk. Wat je dan kan doen is bijvoorbeeld een fles vullen met water. Dan kan je handen er mooi onder. En die hou je bij je borst. Dus gaat hij weer. Je zak door je knieën weer en weer recht omhoog. Succes! De derde oefening, de shoulder press. Gaat als volgt, je hebt een weerstandsband. Je staat met beide voeten erop, hand erin en je gaat recht omhoog. Terwijl je dat doet, span je je billen en je buik aan en je gaat de borst naar voren en schouders naar achteren. Dus recht omhoog en weer rustig terug. Merk dat het iets te makkelijk was? Wat je dan kunt doen is een zwaardere weerstandsband gebruiken of het elastiek wat dichter vastpakken. Heb je net weer meer weerstand. En dan kan je dezelfde beweging weer maken. Was iets te moeilijk, maak dan een lichtere weerstandsband. Succes! De vierde oefening, de glute kickback. Het gaat als volgt. Je handen en je knie op het matje, als een soort bokje. Je spant je billen en buik aan en je gaat met je linkerbeen recht omhoog. 2 seconden vasthouden. En weer terug. Dit blijf je herhalen. Merk je dat het iets te moeilijk was? Dan doe geen 2 seconden vasthouden, maar ga gewoon op en neer. Doe dan 30 seconden links en 30 seconden rechts. Was iets te makkelijk? Wat je dan kunt doen, is een weerstandsband gebruiken. Dan doe je boven je knie. En dan kun je voordoen. Precies dezelfde houding. Ga je ook weer recht omhoog, 2 seconden vasthouden en terug. Op deze manier heb je net wat meer weerstand en maak het wat zwaarder. Succes! De vijfde oefening, de bent overhoog. Het gaat als volgt, je hebt een weerstandsband, die leg je op de grond. Je stapt met beide voeten erop, pak je allebei de kanten een lusje vast. Je spant je billen en je buik aan, borst naar voren en de schouders laag. En je trekt hem recht naar achter toe. Alsof je een potloodje moet vastpakken tussen je schouderbladen. En weer rustig terug. Trek weer omhoog. En weer rustig terug. Merk je dat het iets te makkelijk was? Pak dan wat een zwaardere weerstandsband. Of wat je kan doen is bovenaan 2 seconden vasthouden. Dus 1, 2 en weer terug. Was het iets te moeilijk? Pak dan een lichtere weerstandsband. Succes! De zesde en dan weer de laatste oefening is een buikspieroefening. Wat ga je doen? Je spant je billen en je buik aan. Je voeten en je schouderbladen gaan van de grond. Op deze manier. En je gaat 5 keer op en neer schommelen. Na die 5 keer hou je 5 seconden vast. En dan gaat hij weer 5 seconden schommelen. Merk je dat iets te makkelijk voor je was? Wat je dan kunt doen is in plaats van dat je 5 seconden vasthoudt, blijf op en neer schommelen. Totdat het minuut voorbij is. Merk je dat iets te moeilijk was? Wat je dan kunt doen is nadat je 5 keer hebt geschommeld, ga je dus niet meer op deze manier vasthouden, maar dan ga je even ontspannen 5 seconden en daarna ga je weer 5 seconden op en neer schommelen.